Ik ben. Ja? Ja. Oké, ik ben Kees Leeuwerink en ik heb een gedichtenbundel geschreven, getiteld In dat hemdje zo rechtop. Uit die bundel wil ik twee gedichten voorlezen. Deze gedichten dateren uit 2020. Nu komt het eerste gedicht. Getiteld Er niets bij denken kan. Het ook niet zeggen kan. Over de weg die ik betreed, als vanzelf. En er niet bij denken kan. Een soort weten zich meldt. In het ritme van de trommelslag. In de zoevende wielen van mijn fiets, in het ruisen van de zee, het geluid van de stromende rivier, mij in zich opneemt, er niet bij denken kan, er niets valt op te lossen, want vol reeds is mijn gemoed, die jouw onderarm kussen wil. Ik wil even hierbij opmerken dat het de onderarm was van degene die nu de video opneemt. Maar dit terzijde. En jouw lippen prest onaangekondigd, want er niet bij denken kan. Is het een soort gevoelsbesef? Gedicht 2. Alleen, groot gegroeid. Dat jongetje is groot gegroeid in dat hemdje zo rechtop, vol verwachting opkeek, een open kind, nog steeds alleen. Alleen, praatjes gekregen, niet wetend wat er te verwachten viel. De vrouw, het huwelijk, de projecten, familie, die nu ver weg is, nu geen kind meer kan zijn. Ik speelde toen zo vaak alleen. Alleen, mijn moeder had geen tijd, de oorlog, de zaak. Toen zij. Maar er was ook een andere zij, mijn vriendinnetje. Zij tikte vaak tegen het raam. Zo rechtop. In de puberteit wuifde ik naar haar. Steeds als ik voorbij haar raam liep. En die ander, die ik aan het hek voorbij liet gaan. En die van school. Een keer samen op die bank in Amsterdam bij het water. Waarvan ik zei dat de rimpeling ervan was als mijn geest. En dan, na die afgesproken kus, ik vlug weer weg ging, snel naar mijn kamertje toe. Zo vaak, steeds weer, om te spelen. Alleen, alleen. Ik vraag het maar, dan kan ik het nog goed praten. In dat hemdje, zo rechtop, vol verwachting opkeek, een open kind, nog steeds in dat grijze haar. Dank jullie wel.